Koningin Margrethe van Denemarken doorbreekt een eeuwenoude Deense traditie door haar aangekondigde aftreden. Voorheen bleven alle Deense vorsten tot aan hun overlijden op de troon. Ook Margrethe had oorspronkelijk dit plan, zoals ze enkele jaren geleden verkondigde in een interview. In 2016 zei de toen 83-jarige koningin tegen de Belgische koningshuisverslaggever Wim de Handschutter: In dit land doen we niet aan zo'n machtsoverdracht. Het is altijd zo geweest dat je aanblijft zolang je leeft. Dat is wat mijn vader deed en zover ik weet ook alle voorgangers. En zo denk ik er ook over. Margrethe beklom de Deense troon op 14 januari 1972, na het overlijden van haar vader, koning Frederik IX. Sinds het overlijden van de Britse koningin Elisabeth is zij de langstzittende vorst. Als ze op 14 januari aftreedt, zal ze exact 52 jaar geregeerd hebben. Haar zoon Frederik zal dan de troon overnemen. Een van de redenen voor haar aftreden is een rugoperatie die Margrethe in februari onderging, zo verklaarde ze in haar toespraak. Uiteraard gaf de operatie ook aanleiding tot nadenken over de toekomst of het tijd was om de verantwoordelijkheid aan de volgende generatie over te laten.